Ik wil super graag vandaag een dier bouwen. Nee, het thema is schatkist. Ik speel Build Battle. Dit doe ik samen met 14 andere mensen. En wie vandaag de mooiste schatkist bouwt, wint. Waar kan je meestal een schatkist vinden? Ik denk op zand, want die staat vaak op een strandje. Dus wat nou al vervangen we de grond sowieso met zand? Ik denk dat dat een heel goed ding is. We kunnen ook een klein beetje spieken, maar hier gebeurt niet zo heel veel. Oké, een schatkist. We gaan het een soort van piratenthema maken. Laten we er een chest bij pakken sowieso. Die kunnen we gebruiken als klein voorbeeld. Dan wil ik er black bij hebben. Ook wil ik er iets bruins bij hebben. Daarvoor gebruiken wij bruin beton. En wij gaan ook spruce wood gebruiken. Spruce wood planks op deze manier. En dan denk ik dat we op deze manier wel een coole schatkist kunnen maken. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, we hebben nog maar 3 minuten en 30 seconden de tijd hiervoor trouwens. Oké, dat is heel snel. Dat is heel kort trouwens. 9. Oké, kom op. Ik ga er gewoon een mega Minecraft blok van maken, denk ik. Ik denk dat dat het leukste gaat worden. Dus ik ben nu een blok van 10 bij 10 aan het maken. Oké, kom op. Dit moet zo snel. Dit is veel te groot. Dit gaat nooit een mooi bouwwerk worden op deze manier. Op deze manier ga ik nooit winnen. Hoe konden ze niet een makkelijker thema kiezen voor vandaag? Oké, 3 minuten over. Ik denk dat we hier 1, 2, 3, zoveel blokjes over moeten laten ongeveer. Voor de kist, klopt dat? Ja, dat klopt wel in verhouding. Dit wordt namelijk de kant van de kist die open en dicht kan zometeen. Het is zo raar om een mega Minecraft blok te moeten maken. Ik heb dat nog nooit gedaan, oké? Misschien dat die hier dan ook zo meteen net wat lager moet. Hier komt namelijk straks natuurlijk een openingetje in. Dus wat ik doe, is ik doe dit gewoon op deze manier. Zo en zo. Hier komt dan vervolgens wat hout, zodat het meer op een kist... Dit ziet er heel scheef uit. Zo, dan lijkt het op een kist. Lijkt het op een kist? Ik weet het niet. Misschien dat we wat meer random accentjes moeten toevoegen op deze manier. 2 minuten! Oh nee, dit gaat hem nooit worden. Dit wordt misschien echt het lelijkste wat ik ooit gebouwd heb gewoon. Dat is niet normaal. Oké, dit daar. Dan. Oké. Maar ja, trouwens, het lijkt een soort van op een kist. Misschien dat ik hier wat kleine accentjes moet toevoegen op deze manier. Dat het er dan wel cool uitziet. Hier moeten we gewoon sowieso een hele grote muur maken. Daar kunnen we zo meteen wel wat mee gaan versieren. Maar we hebben nog maar 1,5 minuut de tijd. Dus dat is echt super weinig. Oh nee. Waarom heb ik maar zo korte tijd om deze megakist te maken? Dat is toch niet te doen. Hij moet ook nog af zijn helemaal. En er kan nooit een schat in op deze manier. Omdat ik zo weinig tijd heb. Wie verzint dat dan ook? 1 minuut. Oké. Snel, Alex. Insta, misschien is gehaast toen niet de oplossing. Ik denk het wel. 30 seconden. Oké, dat is wel de oplossing. Kom op. En dit is klaar. Oh nee, er moet nog een dak op de kist. Dit is helemaal nog niet vol. Oké. 30 seconden. We kunnen op deze manier helemaal niks moois meer van maken. Oké, maar het wordt een hele mooie kist. Deze kist gaat sowieso winnen. Ik weet het zeker. Ik bedoel, als ik al weinig tijd heb voor mijn kist, laat staan de andere mensen. Oké. Die andere kist moeten we trouwens nog weghalen die voor de deur staat. Want anders lijkt het alsof we die aan het nabouwen zijn. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Wel moet ik nog wat accent dingetjes doen. Oké. Ik doe hier wat blokjes zo. En 7 seconden. Ga erin. Oké, klaar. Dit is mijn kist. Wat is dit? Dit kan je toch geen kist noemen? Nou, oké. Er zit wel een schat onder. Ik vind dit wel oké, denk ik. Ik vind mijn kist cooler. Wat is dit? Dit ziet eruit als de krokante krab van SpongeBob. Eeuw, deze geven we een poep rating. Tot nu toe vind ik mijn kist er nogal... Oh, deze ziet er trouwens wel goed uit. Maar voor de rest lijkt het... Oh, hier is mijn kist. Kom op, episch. Legendary. Kom op, hou legendary in je hand. Hou legendary in je... Een poep! Waarom ga je... Oh, hij had wel wat anders in zijn hand. Ik weet nou niet wat hij gestemd heeft. Kom op, stem dat goed, alsjeblieft. Wat is dit? Among Us, dit heeft niks te maken met de schatkist. Dit is een super poep rating. Wat is dit? Allemaal diamonds. Wow, deze ziet er echt goed uit. Ik geef deze een epic rating. Deze zit vol goud. Ik vind deze op zich wel goed. Je kan wel zien wat het is. Namelijk een mega schatkist natuurlijk. Wow, deze staat helemaal op het water. Deze krijgt een legendary van mij. Deze is super cool. En wat is dit? Dit ziet er niet goed uit, weet je. Ik geef hem geen super poep. Ik geef hem een poep. Ja, dit kan toch echt beter. En deze is nog niet eens af. Ik weet niet wat dit is. Deze
Deze krijgt ook een superpoep. Wat is dit voor hok? Dit ziet er niet uit als een schatkist. Deze krijgt ook een superpoep. Weet je, als ik het vergelijk met alle andere schatkisten, dan vind ik mijne er nog een soort van het beste uitzien. Als één van de beste dan. Ik weet niet echt precies wat dit is. Oh, wacht. Dit is een diamanten ring volgens mij. En dit lijkt gewoon ook op een Minecraft kist. Dit lijkt gewoon precies op mijn kist, maar dan een stukje kleiner. En deze heeft gewonnen. Hoeveelste ben ik geworden? Ik ben 4e! Laten we vandaag een supermooi huis bouwen. Kom op, stem allemaal voor huis. Stem voor huis, stem voor huis, stem voor huis. Het is tijd om de mooiste vijver te bouwen. En wat we dan nodig hebben is gras. En we hebben nog maar 4 minuten de tijd. Maar het gras ligt er tenminste van onze mooie vijver. Laten we er dan nog meer gras bij pakken. We pakken er wat koorstdirt bij en wat potsel bij. Ik wil namelijk een soort van kleine verhoging bouwen hier zo. En dat wil ik doen met al dit soort gekke blokjes zoals je kan zien. Dat kan er namelijk wel super cool uitzien. Want dan kunnen we in het midden zo meteen ons vijvertje zetten. En daar kunnen we zelfs eentjes in doen trouwens. Dat zou zo cool zijn. Ik heb nu al een heel cool idee ermee. Oké, hier moet even wat random potsel erbij op deze manier. Ik heb geleerd van mijn fouten in de vorige game. We moeten het niet te groot maken. Dat is één ding wat zeker is. Laten we er ook wat zand bij pakken. Dat ziet er denk ik wel cool uit. Dan plaatsen we dat er hier zo een beetje bij. Hier een klein strandje zo. Dan wil ik hier nog wat coarse dirt. En dan wil ik hier nog wat gras hebben op deze manier. En dan denk ik dat dat er ook al 3 minuten... Oké, de tijd gaat snel. Oké, wat hebben we sowieso nodig? Water. Dat hebben we sowieso nodig. Dus laten we dit maar eventjes opvullen op deze manier met water. En daar vorm ik een speciaal trucje. Al maken we namelijk een soort kruisje op deze manier. Zal het ervoor zorgen dat het helemaal vol zit. Behalve dit stukje dan. Dat zit nu ook vol. En dan hebben we sowieso al een leuk vijvertje. In een vijvertje zie je natuurlijk heel vaak lilypads. Eromheen moeten wat leuke bloempies. Oh, dat kan nog helemaal niet. Hoezo mag ik geen bloemen erin doen? Oké, dat terzijde. Wat we er ook bij pakken, is een pakkende kleur geel erbij. Ik wil namelijk een klein eentje maken. Daarvoor pakken we wat stenen knopjes erbij op deze manier. En wat we dan kunnen doen, is we kunnen hier een blokje opzetten op deze manier. Dan doen we dit daar, dit daar, dit daar. En dan pakken wij een acacia plankje erbij. En die doen we daar. En wow! In onze vijver. Dat is zo cool. Wat hoort er nog meer om een vijver? Natuurlijk een beetje natuur. Dus laten wij er wat boomiel bij pakken. En laten we daarmee maar eventjes wat gras eromheen plaatsen. Ik denk dat dat er wel echt super mooi uit kan zien. Al doe ik dat. Kijk op deze manier. Wat leuke bloempies erbij. Dit ziet er zo cool uit als vijvertje. Wel nog een beetje simpel. Wat kunnen we erbij doen om het mooier te maken? Ik heb een idee. We kunnen met oakwood een mooie soort van steiger maken. Hier zo. Dat je op deze manier ook daadwerkelijk natuurlijk het water op kan lopen. Ik denk dat dat wel cool is. Dan doen we die steiger tot daar. En dan op deze manier loopt hij terug. Dan komt er hier een klein trappetje op deze manier naar beneden. Hoppakee, voilà. En dan kun je op die manier bij de vijver komen. Dit ziet er wel echt super gezellig uit op dit moment. Maar wat kunnen we nog meer bij een vijver doen? Misschien nog meer plantjes? Misschien dat hier een soort klein paadje moet komen op deze manier. Dat je een soort van hier naartoe kan lopen als het ware. Dat ziet er super cool uit. En misschien nog een paar bomen. Oké, laten we er een sapling bij pakken. En dan wil ik hier zo een mooie boom hebben. Kan dat daar? Kom op, groei, dankjewel. Dan doe ik daar omheen nog wat plantjes. Oké, we gaan het gewoon een beetje leuk versieren hier zo. Voilà. Daar een boompje. En ik wil hier een boompje. 10 seconden. Ha, dit hebben we, gaan we makkelijk winnen deze ronde. We moeten sowieso de mooiste vijver hebben. Kijk hem nou. Dit is toch zo mooi. Wat is dit nou weer? Wat heeft iemand hier opgeschreven? When the imposter is sus. Wat is dit? Dit ziet er wel oké uit. Ik zie wat hij probeerde. Hij probeerde hier een heuveltje te maken met een vijvertje. Het ziet er alleen een beetje saai uit als vijver. Superpoep! Oh, deze ziet er niet uit, kan ik je vertellen. Wat probeerde hij hiervan te maken? Wow, deze is cool. Oké, deze geef ik sowieso een epic. Kijk dan hoe vet het is met die sugarcane. Dat hadden we erbij moeten zetten. En de waterval. Oké, dat kan nog wel eens een winnaar worden. Wow, waarom staan er allemaal cactussen? Oké, maar dat terzijde. Deze ziet er echt super goed uit. Dus ik geef hem een goed. Welkom in mijn vijver. Ik zou zeggen, geef hem... Houdt daar iemand nou een poep van? Hé, waarom hou jij een poep van?
vast. Oké, houdt er ook iemand een legendary vast? Die houdt goed vast. Wat is dit voor een modderboel? Dit is best wel cool op zich. Ik geef het een goed, want ik vind het er nog best wel gaaf uitzien. Maar het ziet er ook wel een beetje rommelig uit weer. En wat is dit? Oké, ik zie dat hij probeerde. Hier probeerde hij een vijver te maken. Waarom er een boom midden in de vijver staat? Ik heb geen idee. Deze vijver ziet er ook super schattig uit. Die geven we natuurlijk ook een goed. Ik ben zo benieuwd waar ik zo meteen terecht kom in mijn positie. En hoeveel stik ben geëindigd. En waarom zitten al deze villagers in boten? Oké, dit ziet er wel leuk uit. Ik geef deze een oké. Dit is gewoon een zee gemaakt van wol. Niet eens van water. Oké, die krijgt een poep. Wow, wat is dit? Water vallen uit bomen? Ik wist niet dat dat kan. En nog zelfs een cool bankje waar je op kan zitten. Ah, hier zit ik heerlijk. Oh, nu die weer. Wat is dit nou weer? Oké, deze vind ik er niet zo heel mooi uitzien. Ook geen superpoep waardig. Ik vind het een... Oké, ik geef hem een oké. Wie heeft gewonnen? Oké, dit is een terechte winnaar. En ik ben derde geworden. Klik op een van de twee video's die hiernaast weer kunnen zien staan. Die moet je gezien hebben. Doei!